Goedemiddag, leuk dat jullie kijken naar deze shoplog. Ik heb deze video even apart opgenomen omdat de vlog van vandaag anders heel erg lang wordt. En ik heb weer wat dingetjes geshopt, dus die wil ik even met jullie delen. Ik begin vandaag met deze spijkerbroek. Hi Poes! Die denkt wegwezen, al die spullen. Dat is deze skinny high-waist jeans van Opus. Ja, zoals ik altijd zeg, spijkerbroeken heb je nooit genoeg. Deze heeft hele leuke steentjes op de biest. Dan heb ik dit hele leuke jurkje. Deze is van Warehouse. Dus deze, ik vond het een hele leuke print. En dit soort jurkjes, ja, net als de spijkerbroek waar je ook nooit genoeg van hebben. Vond ik gewoon heel erg leuk. Verder simpel modelletje. Ik heb deze hele leuke sokjes ook besteld. Deze zijn see-through. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Dus dat is wel heel erg leuk in een sandaal of in een pump. Dat is net weer eens wat anders. Dan heb ik ook deze leuke jurk. Deze is van Envy. Ja, ik vind deze weer een beetje moeilijk te laten zien. Want als je hem zo ziet, vind ik hem niet zo heel erg leuk. Als je hem aan hebt, vind ik hem wel heel erg leuk. Hij is dus lang, maar hij heeft hier, ja, hij loopt heel raar gesneden. Hij is een beetje rond en hij heeft ook, zeg maar even kijken waar die zit. Dit sla je dan om en dat knoop je weer vast. En daardoor wordt het eigenlijk meer een split dat hij zo raar gesneden wordt. En ik vond de streepjes ook wel heel erg leuk. Dus ja, deze moet je echt aanzien. Ik zal hem binnenkort aandoen, dan kunnen jullie hem in de vlog gewoon zien. Dus hij is heel schattig, alleen vind ik hem als je hem zo laat zien op de een of andere manier niet zo leuk. Aan vind ik hem dus wel echt heel erg leuk. Ik heb ook deze hele leuke trui. Deze is van Naked. Deze heeft een beetje een boothals. En hij is van voor en achter zwart, alleen aan de randen is hij grijs. En hij is gebreid, maar het is zo'n zacht stof. Het is totaal niet kriebelig. Omdat we nog wel in de zomer zitten, heb ik een bikini nog erbij. Hopen dat het nog goed weer wordt. Dat is deze bikini. Die is van de Hunkemuller van de Doutzen collectie. En dat is met deze bikini top. Van dit printje, ja, zo kan je het denk ik best zien. Vond ik gewoon heel erg leuk geschreven, maar wel een bewerking in de streepjes. Zoals jullie natuurlijk weten, houden wij heel erg van twinnen. Dus ik heb deze shirtjes besteld. Deze is voor Sarah. En dan heb ik deze voor mezelf. Dat is dezelfde. Dus gewoon basic Levi shirtjes. Maar toen dacht ik, dan is het ook wel leuk als ik er ook mee kan doen. Dus daar heb ik hem dan mouwloos voor. Want ik kon hem niet in met mouwtjes vinden. Maar goed, hij is toch altijd warm. Dus dan kunnen we met z'n drieën twinnen. Dan is het geen twinnen meer. Dan blijven we bij de Levi's. Ik heb ook deze short van Levi's. Die is ook heel erg high waist. Ik hou echt heel erg van high waist jeans. Gewoon grijs. Het is de 501 short. Dus gewoon het basic model. Hij is wel kort, niet te kort en lekker hoog. Ik heb ook deze jas besteld. Deze is van Riverboots. Een spijkerjas. Deze is wel best wel ruim. Ik vond het ook wel leuk bij de knoopjes. Is die rand een beetje glitterig versierd. Dat zie je alleen als die open is, want als die dicht is, dan valt het er natuurlijk zo overheen. Ik vond dit wel, aan de ene kant kan dit heel stoer zijn, maar ook over een leuk jurkje kan het wel een leuke twist geven. Deze top is van Sandro. Vond ik de print heel erg leuk van en de kleur. Dat is deze. En even een beetje zo 70s vibe. Dit kan dan geknoopt worden. En hij is niet heel lang. Hij is ook niet helemaal krop. Hij zit er een beetje tussenin. Dus vooral op een high waist vind ik dit heel erg leuk om te dragen. Dit zit altijd zo lekker. Nog een spijkerbroek. Onder het mom spijkerbroek heb je nooit genoeg. Dat is deze. Deze is van Wrangler. Ook heel erg high waist. Want ik koop eigenlijk alleen high waist. Maar deze is niet skinny. Deze is heel erg flared van onder.
En die vond ik ook wel leuk, ook voor het 70s feeling. Net als het shirtje van Sandro van hiervoor. Als laatste van de kleding heb ik een top en die vind ik echt helemaal geweldig. Kijk of ik hem goed kan laten zien. Dit is dus een crop top. Hij is van Naked. En hij is dus best wel heel kort. En dit is dan de voorkant. Hele wijde mouwen. En van achter is de rug dan open. En dan heeft hij banden. En een knoopje. En dan heb je dus midden op je rug een hele grote strik. Dus dan is dit van je rug helemaal open. En hier valt hij dus dan heel erg mooi zo. Dan heb ik als laatste alleen nog twee make-up dingetjes. Ik heb een nieuwe BB cream van Maybelline. Ik ben niet heel erg van foundation dragen. Dus BB cream vind ik toch wat fijner. Omdat het toch wat natuurlijker blijft. Dus dat is deze. En hij beschermt natuurlijk ook gelijk je huid. Wat ik top vind. En deze ook van Maybelline. Dus een nieuwe eyeliner. Dit is de Hyper Precision All Day Liquid Eyeliner. Deze. Bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even weten wat je favoriete item of items zijn. Ik lees het graag hieronder. En dan zie ik je graag de volgende vlog of video. Doei!